Indrukwekkend hoe we hier deze dagen bezig zijn, hier op school, met het hele team. We doen er met z'n allen alles aan om ervoor te zorgen dat we de komende weken goed doorkomen. Hier met iedereen die hier werkt, maar ook met onze leerlingen en met de ouders. Want we willen natuurlijk in de eerste plaats dat we gezond en wel deze weken doorkomen. Maar daarnaast willen we ook heel graag dat de leerlingen blijven leren, dat ze een ritme hebben en dat het onderwijs door kan gaan. Daar is het hele team mee bezig deze dagen. En dan zetten we ook echt stappen in. Want voor de een is dit gesneden koek, die doet het zo. En voor de ander is dit best wel nieuw, het werken in teams en hoe we dit allemaal gaan doen. Maar iedereen doet het, iedereen is ermee bezig. We zijn elkaar aan het helpen. En daar ben ik heel erg trots op hoe we dat doen. En wie we dan ook niet moeten vergeten zijn de ouders. Want we krijgen heel veel reacties dat ouders zich erin verdiepen, kijken hoe het werkt, thuis hun kind willen helpen. En dat hebben we ook heel hard nodig. Dus zo gaan we er hier met z'n allen voor. Op het Kennemer College hier aan de Bulelaan. En daar ben ik als rector heel trots op. Zo, we zijn hier op het roosterbureau. Hoe gaat het hier? Hey, goedemorgen. We zijn heel druk geweest met roosters voor het online lesgeven. We zijn er bijna klaar mee. En eind van de dag gaan we het publiceren en dan kan iedereen aan de slag. Succes allemaal! Voor de schoolspullen? Dat zou vanmiddag nog kunnen. Ja, natuurlijk. Ja hoor, tot 4 uur zijn we gewoon open. Ja hoor, prima, tot straks. Dag. Oké, okay, dus dat wordt nog even... Ja. Even. Nemen we even door wat er speelt op dit moment. Is dat een idee? Ja. Ja, heel goed. Ja? 2 dagen per week? Mm-hmm. Ja. Welke dagen? Dinsdag, donderdag? We laten ze verder eventjes. Ja, en kijk, hier zit de wiskundesectie. Even kijken. Ben je bijwaard? Ga je nog een keertje bellen? Vraag een deel te nemen. Ah, daar komt hij aan. Hey man. Hey, Kikkerstein. Hoe gaat het met je? Ja, gaat goed. Gaat goed. Met jou? Ik heb een vraagje aan je. Ja? Misschien kan je mij even helpen. Ik vind het moeilijk om een videochat op te zetten. Nou, je doet het hartstikke leuk. Ja. Team samenwerken met jullie docent. En jullie kunnen de teams nu vinden? Ja. Dit zijn de laptops uit een laptopkar. Die hebben we eventjes opnieuw geïnstalleerd, zodat ze gebruikt kunnen worden voor onderwijs op afstand. Hoi. Jullie zijn nog op school? Ja, we moesten even een boek uitkiezen nog. Ja, om te verlengen. Jullie zullen het ook nog druk hebben. Waarmee zijn jullie nu druk, nu de school eigenlijk leeg raakt? We zijn ongelooflijk druk met de nieuwe aanmeldingen. Want ja, het loopt natuurlijk gewoon door. En volgend jaar moeten leerlingen ook kunnen komen. Zeker. Nou, succes. Dank je. Ja, loop. Ja, je ziet het, een lokaal waar eigenlijk leerlingen hadden gezeten en het is volledig leeg. Alles zat klaar eigenlijk, hè, in toetsopstelling. Maar dat zal voorlopig helaas ongebruikt blijven. Maar op afstand is er heel veel wat mogelijk is.